Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij Kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer iets van de IJskoningin voor jullie van Frozen. En dit is een armbandjeset. Dit is van Totem en is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. En met deze set kun je dus, zoals ik al zei, je eigen armbandje maken. Er zitten verschillende kraaltjes bij. Je hebt ook bijvoorbeeld glazen kraaltjes, je hebt zilveren kraaltjes, ook kralen van plastic. Dan heb je nog elastieke bandjes en nog verschillende bedeltjes ook, zodat je een hele mooie armband kunt maken. Ik zal de set eens eventjes openmaken en wat beter bekijken. Hier hebben we dan de kralen. Deze zijn glanzend in turquoise. Dan hebben we hier witte kralen, die zijn wat kleiner en zijn van plastic. Dan hebben we zilveren. Die zien er ook erg mooi uit. Dan hebben we hier nog ijsblauwe kraaltjes van plastic en die zijn een beetje doorzichtig. En hier hebben we wat van die bedeltjes. Die zijn van het zilver, maar je kunt er ook nog Frozen stickers op plakken. Die heb je dan hier. We hebben Elsa, Anna, Olaf en de zusjes samen. Verder hebben we ook nog dit bandje. Daarmee kun je de kralen aanreigen. En dan hebben we hier nog een blauw lintje. Dan kun je nog een strikje maken. Maar dat was nog niet alles. Verder hebben we ook nog een soort handleiding. En ik geloof dat daar echt niks mee mis kan gaan. Hier heb je alle stappen hoe je zo'n armbandje dan het beste kunt maken. En dan kun je de kleuren uitzoeken zoals je wilt. Je kunt dan ook afwisselen. En dan kun je dus je eigen gepersonaliseerde Frozen armbandje maken. Dat ga ik doen in een andere video. Ik ga eens eventjes nadenken over hoe ik wil dat de mijne eruit ziet. Misschien zoals op de verpakking, maar misschien ook heel anders. Ik weet nog niet zo goed wat ik ga doen. Misschien ga ik wel iets maken met verschillende kraaltjes. Of afwisselen met de kralen. Laat me maar weten hoe jullie je armbandje zouden maken. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!